Laten we het dan over Ajax gaan hebben. De machtsstrijd bij Ajax komt tot een climax. Louis van Gaal wordt algemeen directeur van Ajax. Het kan zo niet langer. Er moet nu iets gebeuren. En Louis van Gaal is de kern van die oplossing. Zou hij met dat verstand van voetbal op zijn manier Ajax weer tot een Europese topclub kunnen maken? Ik denk het niet. Ik ben er zo misselijk van. Ajax heeft de grote wereldfaam gekregen dankzij Cruijff. Met deze actie is in ieder geval de club in de hens gezet. Ten Haven, die heeft bodycar nodig en ik zou hem adviseren om een kogelvrijfest aan te trekken. Cruijff zou hebben gezegd dat Davids alleen maar in de raad van commissarissen van Ajax zit, omdat hij zwart is. Johan Cruijff en 10 jeugdtrainers van Ajax willen juridische stappen ondernemen tegen de benoeming van Louis van Gaal. Louis van Gaal wordt algemeen directeur. Ja, maar niet hier. Goed, Frits, dit was een beetje de voorgeschiedenis. Laten we snel beginnen met de update. Gisteravond was dus de ledenraad bijeen en die heeft gezegd die commissarissen moeten eigenlijk allemaal weg. Verzocht. En dat hebben ze verzocht. Vandaag lieten de 4, Cruijff hebben we vandaag nog niet gehoord, die lieten weten dat ze daar volgens nog niet aan denken. En voorlopig doorgaan met werken in het belang van Ajax. Jij hebt contact gehad met Cruijff, hoe reageert hij? Hij was zeer helder, echt. Hij was in vorm. Hij zegt ten eerste, ik wil nu binnen 24 uur, en anders sommeer ik ze rechtelijk via juridische stappen, het contract zien wat is afgesloten buiten mijn rug om met Van Gaal, Sturkenboom, die ad interim directeur, en Danny Blind. Uh-huh. Want ik ben mede verantwoordelijk. Ik zit in de Raad van Commissarissen. Ik ben dus ook verantwoordelijk als het misgaat met die contracten, dus ik wil ze nu zien. Als ze ze niet binnen 24 uur opsturen, dan ga ik ze via juridische stappen opeisen. Hij zegt, en dan, ik weiger om nu terug te treden. Ik ga zeker niet in mijn eentje terugtreden. En ik overweeg ook om misschien helemaal niet terug te treden. Ik behoor tot die ex-spelers, vertegenwoordiger van die spelers waarvan ik wil dat zij nu de macht aan de club overnemen. En ik laat me niet door bestuurders, door technocraten wegsturen. Hij heeft ook gezegd dat hij wil, zodra hij het contract in handen heeft, wil hij dat in die Raad van Commissarissen het contract met Van Gaal, Blind en Sturkenboom onmiddellijk ontbonden wordt. Dus hoe dat gaat, weet ik niet. Maar hij is dus ontbinding van het contract en inzage in het contract. Hij heeft het contract nog niet gezien. Hij zegt, ik ben verantwoordelijk. Dus ik ben verantwoordelijk voor iets waar ik geen kennis van heb. Stel nou dat die contracten dermate serieus in juridische zin zijn, dat het afkopen daarvan, dat bericht kwam vanavond ergens vandaan, 10 miljoen euro zou kosten. Nou ja, dan zegt hij, ben ik dus mede verantwoordelijk voor wanbeleid wat de club in financiële problemen brengt. Dus ik wil minimaal weten waar ik voor verantwoordelijk ben. Want nu weet ik het nog steeds niet. Maar zou het Cruijff ertoe kunnen brengen om te zeggen, dan moeten we Van Gaal maar accepteren? Nou, dat denk ik niet, hem kennende. Want dan wordt hij voor een voldongen feit gesteld. Terwijl hij dus overal, dat zegt ook zelfs een van de grote vrienden van Louis van Gaal, Rob Cohen, heeft gezegd, dit is zo'n achterbakshouding van Van Gaal en van de Raad van Commissarissen. Maar ik begrijp ook nog steeds niet wat die Raad van Commissarissen bezield heeft. Mensen die weten hoe je een bedrijf moet leiden. Als zij maandag, wij spreken voor de woensdag, naar Barcelona waren gevlogen, dan zegt Johan, met Van Basten zijn we er niet uitgekomen, om wat voor reden dan ook. We hebben een nieuwe kandidaat, Louis van Gaal, die willen we met jou bespreken. Dan was het 4-1 geweest, maar nu door inderdaad achter zijn rug om, en u bent deskundig op dat gebied, hij is lid van die Raad van Commissarissen, hebben ze dan alle regels met voeten getreden door hem niet te informeren? Nou, ik vind het heel raar. Maar ik moet ook zeggen, als oppervlakkige observator van deze toestand, als je lid van de Raad van Commissarissen bent, meer dan te weten. Nou, in ieder geval, als je erom vraagt, moet je zo'n contract meteen kunnen zien. Ja. En ik vind het heel raar dat je een commissaris passeert. En zeker iemand van het formaat Johan Cruijff. Waarvan je weet dat je daar ongelooflijk veel problemen mee krijgt. Ja. Maar Johan Cruijff en Ajax, dat doet mij heel veel denken aan Hans Wiegel en de VVD. Ja. Heb je zo'n last van Wiegel? Nou, daar hebben we natuurlijk vreselijk veel last van gehad. Ja. Altijd beter weten, altijd aan de zijlijn commentaar geven. Ja. En dan vaak als puntje bij paaltje kwam en hem de macht werd aangereikt, hem toch niet nemen. En dat is bij Cruijff toch ook... Nou ja, hij heeft dus goed gegaan met de VVD toen ze niet meer naar Wiegel luisterden. Nee, maar hij heeft dus nu wel die macht genomen. Hij heeft gezegd, ik wil altijd aan de zijlijn blijven staan. Hij bij Barcelona gedaan. Maar op zich hebt u gelijk, hij wil die macht ook niet. Hij heeft hij ook in zijn column maandag gezegd in de Telegraaf. Mensen als Van Gaal en ik moeten de macht niet meer willen. Wij moeten terugtreden. Hij wil wel macht. Nee, hij heeft altijd commentaar. Nee, maar hij heeft, dat is prima. Hij heeft verstand van voetballen. Maar hij heeft gezegd, ik heb nu die Jonk en Bergkamp en Frank de Boer daar neergezet. Ik ben daar nu verantwoordelijk voor. Zijn met die 10 trainers willen ze juridische stappen ondernemen. Omdat Jonk en Bergkamp zijn verantwoordelijk voor de jeugdopleiding. Daar is geen plaats meer voor een technisch directeur. Plotseling wordt er een technisch directeur benoemd. Dat zijn natuurlijk allemaal hele rare dingen. Maar hij heeft nog iets gezegd vanavond. Hij wil dus eiste contracten, inzage in de contracten heeft hij.
Hij heeft gezegd, er is voor Ajax Feyenoord, en dit is al bekend een tijdje geleden, is er een gesprek geweest tussen de Raad van Commissarissen, ook weer buiten Johan om, en de Telegraaf, over het beleid van de Telegraaf. Daar is een verslag van gemaakt. Dat verslag, Paul Reumer, ik zat 10 dagen geleden in een radio-uitzending bij RTV Noord-Holland met Paul Reumer. Paul Reumer zegt dat het verslag is gemaakt voor de individuele leden van de Raad van Commissarissen. Johan zegt, dat is niet waar. De Telegraaf zegt, het verslag is gemaakt aan de hele Raad van Commissarissen. En ze weigeren mij ook dat verslag te geven. Ja. Dus ik eis nu ook inzage in dat verslag. En het zijn natuurlijk hele rare dingen dat ze hem steeds overal weglaten. Hij zegt, het voordeel is wel dat doordat die Raad van Commissarissen nu optreedt, dat de eenheid op de toekomst tussen die trainers, de Jong Bergkampgroep, steeds groter wordt. Hij zegt, en wij voetballers, met name creatieve voetballers, en dat is ook wel heel geestig. Hij zegt, maak ons niet kwaad, want dan maken we de mooiste doelpunten. Ja. Toch nog even naar die positie van Van Gaal. Ja. Voor zover hij een positie heeft. Is het nu zo dat alleen deze 4 leden van de Raad van Commissarissen weten hoe dat contract in elkaar zit? Volgens mij wel, ja. Zijn daar dan niet verder nog juristen bij betrokken? Of, ja, maar goed, dat is juridische hulp. Maar, dat is er altijd. Ligt het sowieso niet bij veel meer, is niet bij veel meer mensen dan deze 4 mensen bekend hoe dat contract in elkaar zit? Ik weet, is het ook leden van de ledenraad weten niet hoe dat contract in elkaar zit. Niemand weet dat. Bizar noemt u dat? Bizar, ja. Ja, nou. Maar wat ik helemaal bizar vind, als je Johan Cruijff een hele lastige, eigenwijze man vindt, waar ik me veel bij kan voorstellen, dat je dan je heil gaat zoeken bij Van Gaal. Ja. Ik zeg het niet. Dat snap ik echt helemaal niet van. Wat een schandelijke opmerking. Ja. Jij kent Van Gaal behoorlijk goed. Ook al zijn jullie misschien geen hartsvrienden, je kent hem wel goed. Nee. Is dat nou een man die, als hij dit allemaal volgt vanaf de zijlijn, want hij reist ergens door de wereld, want hij is op wereldreis voor een aantal weken, geloof ik, dat hij dan denkt van, jongens, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Nou, dat onbegrijpelijk dat hij daar zin in heeft. Dat verbaast mij ook bijzonder. Want die Raad van Commissarissen, die stapt sowieso op straks. Dat zal misschien nog even tijd kosten. Ja, dat is de club die hem hebben aangesteld. Ja. Dus hij is zijn rugdekking ook kwijt. Ja, maar hij weet ook dat als het contract afgekocht moet worden, dat hij er een paar miljoen aan verdient. Nou ja, dat zegt Cruijff ook. We hebben dus een beslissing genomen die ons misschien heel veel geld gaat kosten. Van Gaal gaat dat geld toch nooit accepteren. Ach, krijg hem nou zeg. Nou ja, dat moeten we nu roepen om ervoor te zorgen dat hij dat ook niet doet. Nou ja, maar misschien heeft hij er wel recht op. Heeft deze Raad van Commissarissen zo'n contract gemaakt? Maar ik weet niet of er een clausule in zit dat als deze Raad van Commissarissen moet terugtreden, dat ook het contract dan niet rechtsgeldig is. Maar niemand weet, dat is ook raar, dat met name een belangrijk lid van de Raad van Commissarissen het ook niet weet. Nee, maar het zou toch niet zijn dat Van Gaal zijn contract bij Bayern München aan afkopen is, omdat hij denkt, ik ga naar Ajax. Dan zou dat ook niet doorgaan, dan is hij beide contracten. Dan heeft hij wel pech eigenlijk. Ja, dan heeft hij wel heel veel pech.